Ja, het is winterstop. Ook de voetballers voor Overwetering hebben dat. Dit seizoen uitkomend in de tweede klasse. Trainer Robert Slinkman. Het was een eerste seizoen zelf voor jullie met vallen en opstaan, denk ik. Want het begin van het seizoen, nou, pak je wel de punten. Daarna moeilijke en ook grote nederlagen waar je van denkt van ja, waar komt dat opeens vandaan? Ja, we zijn natuurlijk goed begonnen met 4 wedstrijden, 9 punten. We wisten wel dat we de mindere goden in ieder geval zouden treffen in de eerste wedstrijden. Ik vind toch, als ik terugkijk op die eerste seizoen, dat we te weinig gepakt hebben. We hebben wel wedstrijden gehad waarvan ik vind dat we veel meer verdiend hadden. Zowel uit bij Robuur, thuis Achilles, thuis WSV, uit MVV, waar je natuurlijk met 2-0 voorsprong ook een penalty mist. Dus eigenlijk vind ik dat we een punt of 6-7 te weinig hebben. Nou goed, die heb je op dit moment niet. En nou goed, ze zeggen altijd dat de plek waar je staat, dat die aan het einde van de rit ook terecht is. En nou goed, op dit moment met een inhaalwedstrijd kunnen we weer boven die streep komen. Maar het gaat een loodzware tweede seizoen zelf worden. Ja, want in die zin, je selectie, de ervaring is er wel. Is het dan toch in die zin dat je de krappe selectie, de bottleneck doet, waardoor je toch niet de resultaten haalt tegen ploeg waar je het normaal wel tegen zullen? Ja, denk ik wel. Kijk, vorig jaar hebben we natuurlijk veel doelpunten gemaakt. En dit seizoen krijgen we ook de kansen daar wel voor. Maar goed, vorig jaar maakte Orlando Rose vreselijk veel doelpunten. Ja, dit seizoen zegt er denk ik genoeg dat Jelle Lucas en Dennis Lokaten met 3 en 4 doelpunten op dit moment de topscorers zijn. Dus je voorwaartsen geven op dit moment even niet thuis. En het is wel heel lekker ook een wedstrijden. Als je gewoon eens een keer een voorsprong pakt en ook op momenten dat je eruit komt en die voorsprong verder uit te breiden. Die kansen hebben we gehad en ja, die ballen maken we nu niet. En goed, met een krappe selectie inderdaad zie je dat tegenstanders wel wat breder zijn. Vaak aan het eind van de wedstrijd nog andere spelers in kunnen brengen. En goed, dat heeft ons net een aantal keren de das omgedaan. En ik vind dat zuur. Ja, want zeker op zich karakter hebben jullie vaak zien spelen. Dan valt het kwartje net de verkeerde kant op. Tweede seizoen zelf hoop ik natuurlijk dat dat beter gaat. Heb je ook het gevoel van, god, dat het na de winterstop misschien wat jongens weer terugkomen. Dat je dan beter voor de dag komt dan de afgelopen weken? Ja, ik hoop het wel. Het is wel zaak natuurlijk dat we alles fit gaan houden. En op dit moment zijn er geen blessures. Maar toch ook wel jongens met werk die nu ook op dit moment niet kunnen trainen. En dat is de voorbereiding naar de competitie. Met nog 2 weekjes is gewoon wel kort. Ja, want je gaat zelf na dit seizoen weg. Heb je dan niet het gevoel van, goh, ik moet een half jaar. Is wel raar. En hoe het nu loopt, ben ik niet tevreden mee. Dat vreet wel aan je, denk ik. Zeker jouw kennende. Ja, natuurlijk vreet dat aan mij. Want als er 1, 7 dagen in de week met voetbal bezig is, dan ben ik dat. Ik wil alles winnen. Ik wil er ook alles voor opofferen. Dat zit er gelukkig in een groot deel van de jongens zit dat ook wel in. Nou, daar zitten er ook wel een aantal tussen. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Die dat wat minder hebben. En op het moment dat het dan ook wat minder gaat, ja, dan is het er niet altijd meer op talent waar je dan op voort kan borduren. Van deze jongens ook. Maar die zullen dan ook gewoon hun mouwen op moeten stropen. En aan mij om die jongens ook zo gemotiveerd te krijgen om dat de tweede seizoen zelf te gaan doen. Want wanneer ben jij tevreden in die zin als je na het seizoen vertrekt van goh, dit heb ik behaald, dan heb ik mijn klus geklaard om zo te zeggen. Ja, dat is handhaving. Ik vind ook met deze selectie dat er een aantal ploegen, zoals een Vogido, Robuur denk ik ook nog wel, Victoria, ATC, dat zijn ploegen die gewoon kwalitatief minder zijn als wij brengen wat we kunnen brengen. En ik vind dat we die 126 wedstrijden in ieder geval onder ons moeten kunnen houden. We zullen het zien en blijven volgen. Eerst een aantal leuke oefenwedstrijden voor jou de komende weken. Onder andere tegen je nieuwe ploeg WZC. Dat wordt een rare wedstrijd, denk ik. Ja, ik denk voor mensen wel hier. Die inderdaad ook denken van god, wellicht is hij al bezig met zijn nieuwe club. Ik heb die vraag ook onlangs een aantal keren gekregen. Ik moet zeggen dat mij wel enigszins irriteerde ook. Want ik heb 1 doel. En dat is Overwetering in de tweede klasse houden. En een nieuw team dat dat zie ik in augustus, september wel, hoe dat er daaruit komt te zien. En tot die tijd ben ik er ook niet heel erg mee bezig.